De Koen en Sander Show. De Koen en Sander Show. Joep van het Hek bellen. Joep, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, volgens mij wel goed. Ja, ja. Nou, goed om te horen. Jij doet een oproep voor Groningen eigenlijk. Het gaat je aan het hart wat daar in Groningen gebeurt. Behalve dat daar een wolf nu door de provincie heen dendert. Ja, die is in de loop door Drenthe, geloof ik, hè? Ja, nee, die is nu naar boven gelopen. Dus die loopt nu echt door de woonwijken van Groningen. Niet handig van hem. Nee, is niet handig, nee. Maar nu roep jij op om donderdag naar de Grote Markt in Groningen te komen. Het heeft alles te maken met de bevingen, hè, van de laatste jaren. Ja. Nou ja, wat ik zo benieuwd naar ben, is waarom gaat Groningen jou zo aan het hart? Nou, Groningen is een provincie waar ik erg van hou, waar ik graag speel. Stad speel ik graag. Dat maak ik al vanaf begin jaren 90 maak ik daar al mijn televisieopname. En ik ben gek op de stad en ik ben gek op de studenten enzovoort. En ik vind wat er gebeurt, dat wij voor 250 miljard gas uit die grond hebben gehaald en dat wij daar onbeduidelijk veel vrolijke dingen van doen al jaren. En nu die mensen gewoon de boel verzakt en de boel verkeerd gaat enzovoort, moet daar gewoon 10 miljard of 8 miljard of 9 miljard moet daar gewoon naartoe om die schade te herstellen. En we moeten wat doen om te bedenken of het er nog wel mee door moet gaan om dat gas eruit te halen. Dus, en er wordt zo ontzettend laf en slap en raar en vreemd op gereageerd. Dus ik heb daar een aantal columns aan gewijd in NRC Handelsblad. Mm. En toen zeiden ze van, zou jij een oproep willen doen? Want we willen met een aantal zangers, artiesten willen we gaan optreden op de Grote Markt. En zoveel mogelijk Grunningers die kant uit laten komen. En wil jij die oproep voor ons doen? Dan zeg ik, ja, dat wil ik wel doen. En ik heb ze ook toch heel erg blij gemaakt door niet mee te zingen. Dus dat scheelt ook enorm. Ja, want dat stond inderdaad ook in het bericht, dat je er zelf niet bij bent. Nee, want ik kan gewoon niet. En ik wil ook verder niet veel meer dan, ik wil ook geen T-Mobile-achtige actie gedoe. Ja, jammer. Dat wil ik niet. Ja, ik ben gewoon een cabaretier en ik ben een columnist. En ik schrijf waar ik me over opwind. En dat is onder andere over de onbeduidelijk lakse houding van de politiek. Alle partijen, PvdA, VVD, de hele zooi. Hoe dat gaat en hoe slap dat gaat. En hoe ongelooflijk onaardig tegen de Grunningers. En ja, en we hebben dat helemaal leeggezogen, man. En we hebben daar, wat verdomme, we rijden, onze koning rijdt er in een gouden koets van. En die heeft een huis in Griekenland. En daar kunnen we zijn speedboot van betalen. Ja. En de hele stiefenzooi. En die mensen moeten gewoon geholpen worden. Hun huis verzakt. Een huis is niks meer waard. Ben je niet bang dat zoveel mensen op de Grote Markt een nieuwe aardbeving veroorzaakt? Nee, absoluut niet. En die Groningers, dat is gewoon een goed volk. Heb je ze wel zien zuipen daar in die stad? Ja, dat zeker. Is dat ook wel de oorzaak? Het is zo'n leuke stad en het zijn zulke leuke studenten. En het klopt. En het klopt ook allemaal. En die mensen moeten gewoon, we hebben daar 250 miljard uitgehaald. En we moeten gewoon even voor 10 miljard de boel herstellen. Nou, als dat niet een driedubbele staande ovatie wordt de eerste volgende keer dat jij daar in de stad Schouwburg speelt, Joep, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk dat ze jou op een stoel zo de hele stad door gaan dragen. Ja, maar daar gaat het ook weet niet ik ook om. Wel. We moeten dat gewoon weet ik normaal doen. We moeten normaal tegen elkaar doen. Komende donderdag, Grote Markt in Groningen. Dat is 12 maart, 17:30 met allerlei optredens. En jullie moeten anders een beetje met het nieuwe salaris, wat je met je nieuwe baan gaat verdienen, gaan jullie ook een beetje helpen, jongens. Kom op, dat kan makkelijk. Joep, dankjewel. Ja, of is het niet meer grappig? Gaan we nu gauw oppakken? Nou, de grap is al een beetje gemaakt, geloof ik. Maar, nou ja, ik vind het interessant, hoor. Ik wil jouw salaris nog wel even naast die van mij leggen en kijken wie er wint. Ik las jouw salaris en als dat waar is, denk ik, dan kunnen we samen wel een uurtje skiën. Ja, ik ga nou even een beetje ingrijpen, want dit is een beetje wie heeft de langste, hè, zo. Hij heeft de Volkskrant gelezen. Nou, wat daarin staat, mag hopen dat... Je moet niet iedereen geloven. Maar al met al, Groningen moet geholpen worden en Groningen, en dat moet gewoon vanuit de politiek gebeuren. En niet allemaal laffe antwoorden van PvdA tot welke partij dan ook, tot VVD. Niet allemaal zeiken, gewoon huppakee, betalen die schade. Zo is dat het. Gaan we doen. Joep, dankjewel. Succes met de drukke tijd. Tot snel. Oké, man. Goed, hoi. 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 De Koen en Sander Show. De Koen en Sander Show.